Wij zijn een sociaal-maatschappelijke onderneming gericht op het verzorgen van de was. Het strijken, het vouwen en netjes weer terugbrengen bij onze klanten. En onze klanten zijn voornamelijk mensen met een WMO-indicaties. En daarnaast zijn onze cliënten particulieren en bedrijven. Daarbij kun je denken aan zorginstellingen of hotelrestaurants. Wij bieden het ophalen van was- en strijkgoed, het wassen, het drogen, het strijken, het vouwen en weer terug bezorgen bij de cliënten. Ik heb net de was binnengekregen van de chauffeur van onze cliënten. Ik ben nu de was aan het sorteren, kijken wat lichte was, bonte was, zwarte was, noem maar op. En we hebben elke klant voor hun privacy, doen we niet met naam, maar met nummers. Dus ik check elk kledingstuk of er al een nummer op zit. En als het een nummer op zit, dan turf ik het hier aan op een blaadje, zodat ik precies weet hoeveel kledingstukken per klant er is. Zodat ik niet op de grote stapel was straks een probleem heb. Zoals deze zit er niet, dan hou ik hem apart. En dan label ik, als ik helemaal klaar ben met alles, ga ik de nummers, de kledingstukken allemaal labelen. En dit doe ik eigenlijk de hele tijd, tot al mijn was er doorheen is en dan de volgende stappen eigenlijk. Sinds de start hebben we nu 9 cliënten en we zitten in de lijn van onze gedachtegang voor wat betreft het aantal cliënten. Tot aan de oud en nieuw streven ernaar om het aantal cliënten te verdubbelen tot rond de 18. Nou, zoals je ziet heb ik hier allemaal karren staan. Dat is om de was te sorteren, zodat het makkelijk is om per kar alles makkelijk in de wasmachine te doen. Zoals je hier ziet heb ik blouses en de achterkomende spijkerbroeken. 2 verschillende soorten witte was, want ja, je kan niet de t-shirts met de witte ondergoed natuurlijk in doen. Hier alle handdoeken en hier komt de lichtbonte was. En hier doe ik altijd truien in. Dus ja, zo is het handig om vanaf de karren in de wasmachine te stoppen om elke keer natuurlijk dubbel werk te doen. Wij zitten hier nu ruim 2 maanden. Dus we zijn echt een piepjong bedrijf. Wij zien de toekomst dat wij een kwaliteit leveren voor al onze cliënten. Hè, dat het was netjes wordt opgehaald, waarbij privacy een grote goed is. Dus we zorgen ervoor dat niemand kan zien wat er in een waszak zit of in een krat. Dat het goed, schoon, heel en veilig wordt gewassen en weer terug bezorgd. We zien onze cliënten niet alleen bij de particuliere WMO-cliënten, maar ook bedrijven en particulieren die dus niet een WMO-indicatie hebben. Kortom, onze klantenkring willen we zo groot mogelijk maken. We zijn een sociaal-maatschappelijke onderneming en dat betekent dat met het verdiende geld we dat op een of andere manier weer terugstoppen in de maatschappij.